Goedenavond, het is voor mij woensdagavond. Voor jullie is het vrijdagmiddag en de hoogste tijd voor een nieuwe Sloep en Tender videoblog. Nou, we gaan het dit keer hebben over de drukte in juni. Wat gebeurt er hier allemaal? We lopen echt te rennen. Het is nu ook 10 uur 's avonds, maar ik dacht we moeten echt gaan filmen. Morgen is het donderdag en morgen heb ik tegen Koen gezegd, jij krijgt morgen cadeautjes. Want, wat voor cadeautjes hebben we? Dit is namelijk Spes en dit is een Dalmatiër. Dit is Cooper trouwens, die kan je beter even laten zien. Zo hoort een Dalmatiër eruit te zien als het een vrouwtje is. En zo dus niet. Want we hebben babynieuws. Wij zijn in blijde verwachting. Dit exemplaartje hier, dit draakje, wat nu gewoon lekker rustig is, is gewoon keihard zwanger. Afgelopen maandag is er een echo gemaakt. We dachten even, ze is schijnzwanger, van hoe kan dit? Maar ze is gewoon hartstikke zwanger. Er zitten maar 10 van die draakjes zitten hierin. Nou, aan het einde van deze vlog zullen we daar nog meer over vertellen. Maar ik denk, ik laat het toch heel eventjes zien. Want nu zitten ze nog hierin. En ik denk persoonlijk, morgen is het feest. Het is inmiddels donderdagochtend, 8:30. We staan hier bij een Sloep 700 primeur. Deze wordt vandaag afgeleverd en we zijn nu bezig met de laatste dingetjes. Snel even een doekje eroverheen, de laatste stickers plakken en dan kunnen we mensen er blij mee gaan maken. Nou, en hier komen de boten uit de loods. Naar buiten gevaren. Die gaan we nu eventjes hier neerleggen buiten om even schoon te maken. Dat is de 717. ...52 pk zit erin. Als ik het goed heb, moet ik nog heel even checken, maar volgens mij is dat wel zo. De 616 komt daar aanvaren. Dat is Kaaien. En bij ons thuis ligt dan de 777, die gaan we zo ophalen. En de 808 komt er straks ook aan. Even Kai is een vaarskills. Nou wordt hij zenuwachtig. Hij heeft geen boegschroef. Hij heeft wel een boegschroef, dus easy. Nou, en Bas die komt hier aanvaren met 808. Die is van een klant van ons en die is zo lief geweest dat we hem even van hem mogen lenen. Onze eigen 808 is nog in de make. Die heeft helaas wat vertraging. Maar we kunnen hem in ieder geval laten zien, de 808 die eraan gaat komen, nieuw. Nou ja, ik hoop dat die jullie wel klaar zou zijn. Die zal precies dezelfde kleurstelling hebben als deze. Waanzinnig mooi. En deze komt dus op de beurs te liggen. En dan kunnen jullie mooi de verschillen zien tussen alle verschillende watersportboten. Nou, inmiddels zijn we onderweg. We zijn onderweg naar Campers Watersport. We gaan met 2 sloepen nu richting Campers op de Westeinder. We varen nu op het Braasemermeer. Het is een mooie dag. Dus we gaan er een leuke tocht van maken. Top maat! Inmiddels zijn we bij Campers Watersport aangekomen. Hier hebben we al 2 van de 4 boten liggen. Dit is de Watersport 616 en de 717. Die liggen hier mooi klaar te bekijken voor de klanten straks. Schitterende boten, echt waar.
Dus kom zeker dit weekend even langs om een klein kijkje te nemen. Er komen ook nog een 777 en een 808 bij. En dat is meer dan de moeite waard. Nou, dat was dus het gedeelte over de voorbereidingen van de Hollandse Plasbootshow. Die is trouwens vrijdag. Dat is nu te laat als je deze vlog kijkt. Vrijdag tot en met zondag. Dus zaterdag, zondag zijn we ook nog open. Het wordt schitterend weer. Van 10 tot 5 is de show. En dat is bij Kempers Watersport in Aalsmeer. Dat is trouwens vlak bij ons. En we hebben daarna een heel leuk verschuurcafé. Dat is trouwens alleen zaterdag, de 24e. Verschuurcafé, daar zijn we dus ook nog mee bezig. Met de voorbereidingen ervan. Dus daarom hebben we dit helemaal leeg gemaakt. Zo stonden hier natuurlijk de waterspoorboten. Die staan nu natuurlijk op de beurs. En ondertussen is er al eentje verkocht door de proefvaart dagen vorige week. Nou, en ondertussen maken we hier een heel leuk café. Dus we zijn bezig met staattafels eventjes te regelen. En de glazen wijn, tenminste, er zit nog geen wijn in. De wijnglazen, die halen we achter het doek vandaan. We gaan ook nog een heel leuk proeverijtje maken voor het Verschuurcafé. Want we hebben namelijk een nieuwe fles eigenlijk. Dat is de Chandon-fles. Dat is van het huis van Moët & Chandon. En dat is eigenlijk een soort Aperol Spritz. Maar dan alleen maar met natuurlijke ingrediënten. Het kleurtje oranje is ook echt van de sinaasappel. Er zitten geen kleurstoffen in. Dus die willen we morgen... Jeetje, ik haal alle dagen door elkaar. Maar in ieder geval, die willen we zaterdag gaan schenken. Dus iedereen die binnen gaat komen, die krijgt van ons een heerlijk glaasje Chandon. Aperol Spritz. Nee, Chandon Garden Spritz heet dat eigenlijk. Verder krijgen we ook zaterdag nog een DJ. Dus die komt hier lekker draaien. En dat is echt een hele leuke DJ. Nou, het is eigenlijk zaterdag van... 5 tot 8, maar meestal loopt het wel een beetje uit. Het is zelfs al best wel heel erg laat geworden. Dus dat is een van de dingen waar we nog mee bezig zijn in deze drukte. Ja, en ondertussen zijn we met van alles en nog wat bezig. De telefoon die rinkelt natuurlijk achter elkaar door. En zeker met het mooi weer. Iedereen gaat het water op. Betekent ook dat mensen die al langer een boot hebben, dat de storingen ook gemeld gaan worden. Helaas. Nou ja, en mensen komen kijken voor de nieuwe boten. En de werkplaats is met van alles en nog wat bezig. En bouwen. Dat was het zo'n beetje. Want de camera is ook hartstikke op. We moeten de film ook opsturen om in elkaar te zetten. Want dat. Anyway, ik hoop dat je ook op de Hollandse Plassenbootshow komt. Zaterdag is de beste dag. Ga daarna gelijk eventjes naar Verschuur. Want het is echt 5 minuutjes rijden bij Verschuur. Of ga met de boot. Eerst naar Kempers Watersport. En daarna met de boot hier naartoe. En dan je mag hier gewoon aanleggen. En dan kom je een lekker glaasje cola of wijn bij ons drinken. En Spes. Ja, die is nog niet bevallen. Het is nu donderdag. Ze is nog niet bevallen. Maar dat wordt vervolgd. Ik denk heel snel babynieuws. Ik denk dat het toch wel vandaag gaat gebeuren. Anyway, ik wens je een heel fijn weekend. Ik hoop je zaterdag te zien. En anders, tot volgende week.